Ook in Flevoland hebben horecaondernemers vandaag hun terrassen uitgestald. Een protest tegen de coronamaatregelen. Verschillende horecazaken in Lelystad doen mee aan de actie. En sinds 3 uur ook de terrassen in Almere Haven. Verslaggever Ingrid Kuipers is nu in dat stadsdeel. Ingrid, wat is nou precies de situatie? Kan je daar ook daadwerkelijk op het terras plaatsnemen? Ja, nee, dat kan dus weer niet. Het is er wel een uitermate geschikte dag voor, moet ik zeggen. Het is echt terrasweer, zoals we dat noemen. Zeker hier in de havenkom in Almere Haven is normaal eigenlijk één groot terras van heel veel horecabedrijven. Nu staan er ook wel wat terrassen, maar daar kun je niet op plaatsnemen. Dat geldt ook voor het terras van John Brons van restaurant Bij Brons. Wat voor actie voert u vandaag? Nou, gewoon een ludieke actie. De horeca in heel Nederland is om de hele tijd gesloten. We mogen nog niks, we hebben geen perspectief. En nu is dat idee is ergens in het land ontsponnen om het terras open te gooien. Nou, ja, dat mag dus niet, hè, want dan ga je tegen de wet in. Dat willen we ook niet, dat hebben we ook gezegd met elkaar. Dat doen we ook niet. Maar we willen wel laten weten dat we bestaan. En dat we nog bestaansrecht willen hebben. Want daar komt het op neer. Je mag wel met 40 personen in de supermarkt om 30 centimeter naast elkaar lopen. Maar in de horeca waar we alles registreren, anderhalve meter, alles toepassen, dat mag niet. Voor de horeca is de logica een beetje weg. Ja, en u bent ook al heel lang dicht ook, hè? Ja, we zijn eerst 3 maanden dicht geweest en nu is het vanaf september zijn we alweer zo'n beetje gesloten. Ja, en er komen ook nog geen geluiden eigenlijk nee, van nou binnenkort niet. Over een geen week of 2 weken? Men zegt steeds, ja, het aantal besmettingen zijn nog te hoog en zo. Maar ja, kijk dan ook naar andere zaken en doe het een beetje netjes. Kijk overal naar en dan denk ik, probeer dingen uit en laat dingen eens gebeuren. En dan kun je daarna aan de resultaten daarvan, kun je verder kijken. En daarom hebben we als collega's besloten van ja, we willen toch wel laten weten wat we nog bestaan. Ja, en dat doet u door uw terras buiten te zetten. Dat ziet er dus heel uitnodigend uit. Maar ja, dan weer zit ook nog mee. Maar ja, dan wel een rood-wit lintje. Dus het kan niet. Niemand mag op het terras zitten. Niemand mag plaatsnemen. We verkopen ook niks op het terras. Dat doen de andere zaken die eraan meedoen ook niet. We geven gewoon iets weg. Ja, want voor u geeft iets weg, hè? Ja, to go. En dat mag wel. En hoe reageren mensen daarop? Nou, hartstikke leuk. Je ziet, we zijn net begonnen en er staan overal mensen zat. Iedereen komt even langs. Want ook het publiek is er aan toe dat er weer wat mogelijk is. Ja, maar het verrangen is dan wel een beetje dat ze eigenlijk pal naast uw terras en naast de andere terrassen die uitstaan, dat mensen dan wel op een muurtje naast elkaar zitten. Ja, maar dat mag. Dat mag. Maar ze mogen niet op mijn stoeltje zitten, maar een meter daarnaast op de kade. Dat mag wel. Daar is over nagedacht door iemand. Nu valt het me wel op dat er niet alle terrassen hier in de havenkom uitgezet zijn. Weet u ook waarom de horecaondernemers daarvoor gekozen hebben? Die? Nou, het is gisteravond is dit bekokstoofd en dan is het last minute werk, want we wilden toch iets doen. En dan kijk je wie je kan bereiken. De een krijg je wel te pakken, de ander niet. En dan, maar ja, je moet iets laten weten. En dat is ook het doel ervan. En we krijgen ook heel veel steunbetuigingen. We hebben het gewoon op Facebook gezet. We hebben het op Instagram gezet. Meer niet, hè? Want dat is gisteravond pas gebeurd voor het eerst. En het leuke is dat er een hele hoop mensen komen. Ja, op andere plekken in Nederland zijn er horecaondernemers die de terrassen hebben neergezet, maar ook gasten hebben toegelaten. Dat was van korte duur. Ja, die zijn alweer gesloten. Ja, die zijn alweer gesloten. U heeft dat niet overwogen? Nee, want ik vind je moet je eigenlijk wel aan de wet houden. En de wet schrijft nu eenmaal voor van, ja, het mag niet. Dus ja, dat kan je wel gaan doen, maar dan is het rottigheid uithalen. En we willen geen rottigheid. Daarom noemen we het ook een ludieke actie. We geven ook iets weg, to go. En that's it. Ja, oké. Okay. Nou, een half gevulde havenkom van Almere Haven dus. Het had zo leuk kunnen zijn, maar dat is het vooralsnog niet. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat de horeca dus al maanden dicht is. En ze trekken het niet langer. Daar komt het eigenlijk op neer. Verslaggever Ingrid Kuipers was dat vanuit Almere Haven.